President Desi Bouterse heeft gisteren een bezoek gebracht aan het inheems dorp Bigiboika. Er is van gedachten gewisseld over de problemen en de mogelijke oplossingen. Behalve het staatshoofd waren dan ook aanwezig de districtscommissaris van Para, Armand Jurel, en de parlementariërs Patrick Kensenhuis en Jennifer Vreedzaam. Desi Jurel is heel blij met de ondersteuning van de regering om Para tot ontwikkeling te brengen. Tijdens het bezoek aan Bigiboika zijn ook verschillende presentaties verzorgd, met name over agua en hydroponics. Dit is het kweken van vis in combinatie met plantenteelt in water. Dit motiveert de gemeenschap zelf te kunnen ondernemen.